Hey yo, goedemorgen. Ja, what a morning. Niet what a morning, I'm being thankful, but hey, elk moment dat ik aan mijn kinderen denk, hey, of course, you know. Ik dacht ook, ik ga zuster Anna helpen met een ruimte in haar kamer. Dat ik zeg van leuk om te doen. En ik besefte ook, hey, Marie Kondo, yes. Hey, ik heb haar, op Netflix heb ik haar documentaire gezien toen. En toen vond ik het eerst raar, ik had al gezegd way, way back, dat ik dacht, hey, ze ging op de grond zitten. En dan ging ze zo iets doen op de grond. Hey, toen probeerde ik dat begrijpen, maar toen vond ik haar niet raar. Maar nu begrijp ik dus wat zij dus doet daarin. Niet helemaal volledig, maar haar talent daarin. Want hey, we hebben allemaal talenten. Dus dan heb je nog iemand anders. Ah ja, toen hoorde ik, ik heb een tijd geleden een video ook gemaakt toen ik met mijn zusje en een van haar kennissen naar de spoorpark gingen. Spoorzone, toen hadden ze het over een nieuwe film op Netflix. Over een vrouw die op haar intuïtie het een en ander doet. Yes, that's what I'm doing too. Maar dan in mijn intuïtie. Net als zij, want iedereen heeft zijn eigen talenten. Dus vandaag dacht ik ook, hey, ze kunnen mij ook later, wanneer dan, sowieso inhuren om met de kleine voetjes te werken. In huis, weet je. Maar dan zijn we veilig, somewhere else of course. Om daar begeleiding in te geven. Weet je hoeveel ouders daar met alle liefde de hulp in willen hebben? En alles wat ik daar nog in ieder geval in bij kan brengen? Talenten. Want iedereen heeft talenten. Het is gewoon weten welke sleutels heb je nodig. Zeker. Dus daar sowieso. Mommy thinks bigger, you know. I have to. Or else, weet je. Wauw, waar zou ik zijn, man? Als ik dan kijk wat ik nogmaals zei. Die foto's van maanden geleden, video's, how skinny I was en hoe ik nu ben. Wow, bodes en billen en everything. Ja, daar houden mannen van, maar ik hou daar niet van. Ik ben gewoon mezelf en ik accepteer mijn lijf zoals het is. En ik hoef geen ronde billen te hebben of whatever, because a man is attractive of what they see on the outside. It's about the inside. En het mooie is, ik snap nu ook waarom bepaalde mensen altijd zo het fijn vinden mij om hun heen. Is omdat dat ene stukje wat ze voelen, dat komt vanuit binnen. En daarna merk ik al gauw van, oh ja, ik snap dat je dat nodig hebt. Maar er zijn meer wat de mens nodig heeft. Dus ik ben ook altijd, wat ik zei, een eeuwige romanticus geweest. Hey, deze films wat ik altijd keek en nog steeds zal kijken. Ik zei tegen mijn vriendinnen, hey, I will always watch those movies. Hey, yes, bring it on. Waar hadden we nog meer? Van al, en die gewoon al die leuke films, wat ik van hou. Waar een kind van houdt. Maar gewoon waar het echt om draait over het leven. En al die andere gewelddadige acties en al die dingen. Ik heb het allemaal gekeken, maar nee, that's not my cup of tea anymore. Soms kan ik het wel even kijken, maar dan moet het een goede actie zijn. Maar allemaal met dat schieten en alles. Hey, let it be. Ik schiet wel andere dingen in het leven. Talenten. Omhoog en omlaag. Naar links, naar rechts, naar voren en naar achteren. Yes. Dus ik moet mezelf positief houden en vrolijk en whatever, you know. Maar hey, you got those moments, of course. Duh. And after a fresh shower, komt dat goed. Maar ik had al een zuster enige aangegeven. Hey, ik vind het wel leuk om straks met Mikey even lekker een wandelingetje te doen. En dan, ja, dat is de kracht, man. Dat is de liefde. Wauw, kinderen. Ja, snap je? Dus dankbaar dat het universum, ja, baby Michael. Want hij is, ja, he's a blessing. Wauw. En er zijn heel veel andere netwerken om mij heen geweest. Hey, die waren te controlig met hun kinderen. Of whatever. Het is een blessing dat ik echt bij zuster N ben. En het mooie is, zuster N en ik hebben echt een bepaalde lijn in ons leven. Dat zo erg aansluit op elkaar. Haar moeder heeft gewoon hier alleen in Nederland gewoond. Mijn moeder woonde in Zuid-Afrika al die jaren. Wauw. Dus daarin haal ik ook heel veel inzichten naar boven. Wauw, mensen. Voor de mensen. Voor ons, voor het ras, ja, weet je. Want, once again, ik blijf het herhalen. De Koran, ja. Hé, ik was bang, jongen. Toen ik dat voor het eerst hoorde. Tot ze dat zeiden in het geloof. The earth is going away. I thought, oh God, why? No, please. Maar toen begreep ik het niet. Hey, dingen hebben tijd nodig voordat je het begrijpt. Hey, that's how life works. Maar als je in die sneltrein steeds wil zitten. Hey, when did you lose yourself? Was it by the first stop, the second one, the third one, or wherever, you know? Maar sowieso,
als mens, als kind, als je opgroeit. De pijnen die je onterecht worden aangedaan. Ja, dat als kind, en je weet het nog niet hoe dat het beste begeleid kan worden. Hey, dan geraak je steeds verder van jezelf vandaan. Hey, that's psychology. People weten waar ik over praat. Dus daarom zeg ik mensen, wauw, Dennis jongen. Jail time, brother. Zullen we, oh ja, yeah, it was a private investigator. Dat is het. Want hey, films, I love to watch those good movies. Ja, Dennis, zeker weten, man. Want wat jij daar in die huis doet met mijn kinderen, dat weet ik niet meer al die maanden. Maar ik weet hoe het was toen we daar waren. Zeker, jongen. En toen was ik nog blindside, because hey, it was a lot. Burnout, bedrijfsarts. Hey, brother. En wat jij hebt verteld tegen die instellingen? Wow, that's fucked up, because those are lies, yeah? Want I got the proof, like I said. But hey, ik als mens die alleen sterk moet blijven staan, want als je dat gewoon in het alleen doet, ook al heb je mensen om je heen, je moet het altijd alleen doen. Hey, that's a lot, people. But hey, I'm thankful for the universe en voor de wonderen die om me heen gebeuren. En gewoon, hey, gaining weight, you know, want als ik die foto's en video's zag, dacht ik, hé, hey, natuurlijk dachten die mensen, hey, this skinny girl, want hey, ik ken nog meer vrouwen. Oh, Sunaina, die vrouw, jongen, she was also a strong lady. Ay, daarom zeg ik, ik ken de mensen, het zijn hoofdlijnen mensen. Dat is het, de kern. Dat ruis daartussen, dat is afleiding. Daar word ik steeds scherper in. En als je mij boos krijgt, op een andere manier, Dennis, hey, die hard. And do you know what that means? You're gonna be really fucked up. Want hey, je komt aan mijn kinderen. Ook al heb jij jouw zaadje gevoegd. Hey, je hebt ze beschadigd, man, brother. Hey, deeply. Moeder van hun kinderen weghouden en met je leugens vertellen. Dus daarom zeg ik jou, oeh, brother.